Klaar. Het is natuurlijk zeer pijnlijk wat er gebeurd is gisteren op de 3 kilometer. Vooral omdat je in de aanloop daarnaartoe echt goede hoop had op een puikenprestatie. We wisten van tevoren wel dat we helder en eerlijk moesten zijn dat ze nog niet de benen had om de wedstrijd te winnen. Maar wij gingen in alle eerlijkheid wel uit van een podiumplek. En als je dan de wedstrijd zo eindigt zoals zij hem eindigde, dan is dat wel een teleurstelling. Als je alles een beetje analyseert, was het een beetje te verwachten, denk ik. Want ze was net geopereerd. 2 dagen daarna stapt ze in het vliegtuig. 10 uur helemaal naar Calgary. Lijkt me niet ideaal. Nou, dat is te kritisch. Dat is absoluut in volle overtuiging en volle ondersteuning van de medische staf. En ook externe medici is dat gebeurd. Daar zie ik absoluut geen reden om daar een evaluatie op los te laten dat foute keuzes geweest zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat de keuzes die wij gemaakt hebben gewoon de keuzes waren op dat moment die we moesten maken. Terugkijkend, achteraf, dat soort dingen meer. Maar dan weet je ook de resultaten van de wedstrijd die we toen nog niet wisten. Kun je natuurlijk heel anders naar bepaalde situaties kijken. Dat is niet eerlijk. Je moet jezelf evalueren op basis van de momenten dat je een keuze maakt, maar ook in het moment dat je een keuze gemaakt hebt. En daar sta ik volledig achter. Die keuzes zijn goed geweest. Daar hebben we de juiste dingen gedaan met de wetenschap van toen. Maar aan de andere kant, want dat was de kern van je vraag, was het geheel verrassend. Als je naar de resultaten van Renate tot nu toe op de 3 kilometer kijkt, nee, was het niet geheel verrassend. Want ze heeft nog niet veel beter gepresteerd dan wat ze gisteren liet zien. Maar aan de andere kant zetten wij het ook af tegen de trainingen die we zagen in zeg maar de laatste 8 dagen voordat de wedstrijd er was. En ja, daar zat progressie in. Daar zagen we absoluut lichtpuntjes. En niet alleen omdat wij lichtpuntjes zagen op het ijs, maar we zagen Renate ook lichtpuntjes in de ogen krijgen. We zagen haar groeien, we zagen haar zin krijgen in de wedstrijd. Dat sprak ze ook zo uit. En dat beloofde in ieder geval iets goeds. En het enige wat we terug moesten krijgen gisteren van de wedstrijd was een stap voorwaarts. En gisteren kregen we een stap terugwaarts. En dat sloeg er in als een bom. Ze wilde de handdoek gooien. Heb je erg op haar in moeten praten? Nee, ik bedoel, dat was de emotie van die wedstrijd. De zoveelste klap in haar gezicht. Op het moment dat je dat krijgt, dan doe je natuurlijk wel even een stapje terug. En dan denk je van, waar ben ik mee bezig? Maar na een nachtje slapen hebben we wel gezegd van laten we er reëel naar kijken. En laten we de situatie nou in kaart brengen zoals de komende 5 weken daar zijn. En we hebben hier in Taba nog een keer goed gesproken. We hebben vanmorgen in het hotel nog een keer goed gesproken. De zaak in kaart gebracht en we hebben daar een reëel plaatje op geplakt. En gezegd dat zo is de situatie en zo gaan we er tegenaan kijken. En zo loopt het de komende tijd.